nou wel even een flesje pakken. Warme chocola, popcorn. Wat een luxe hier op de camping. Op 2750 meter hoogte. En papa in de tent. Flikker douchen. Suus, vertel eens, wat is dit? Dit is een soort porridge noemen ze het. Een soort pap. Rijstepap, denk ik. De pannenkoek maakt een beetje goed voor de pap. Nog leuk, zus. Zeker. Gaan we goed, hè? Ja. Gewoon een spaghetti bolognese bovenop de berg. Lekker hoor. Naar Shira kamp 2. De laatste 5 kilometer. Ik heb er maar wat jam door gedaan om te kijken of het dan wel te eten is. Oh, dat is echt lekker. Het is echt goed.
4600 meter. Oh. Vanaf Lava Tower naar de mooie hut gaan we naar beneden en we gaan nu al van speer. Niet meer polle polle. Vol gas erop. Weet je zwaar, Suus? Koppijn. Honger. Nou, we liggen nog even lekker in ons slaapzakje. Toen we hier aankwamen hadden we het een beetje koud. Nu niet meer. We hebben goed geslapen, net eventjes, lekker uitgerust. En over een paar minuten wordt het diner gebracht. Nou, na de kleine hoogteziekte, de koppijn, het gebrek aan eetlust, zitten we nu aan het diner van vanavond. 6:10 is het. En het smaakt ons weer allemaal prima. Zon, sneeuw, wolken, op dit moment alles tegelijk. Hakuna Matata. Okay, this train has been playing tricks on us, but now we are going to be stubborn. No more cheating, we are not going to remove our rain gear anymore. Come rain, come sun, we move that way. Thank you. Suzanne gaat een aapje vangen. Nou, laten we het doen.
tafel is alweer gedekt voor de lunch. Ja, op woensdag net aangekomen in het kamp. En een warme lunch. En wat denk je? Patat met kip. Zo lekker dit. Lekker even een mal stukje kip. Patatten. Ik ben helemaal tevreden. Deze mannen die hebben water gehaald. We gaan van 3800 meter naar 4800 meter en vanavond verder naar de top. Van onze wandeling. En dit is de eerste toiletdeur die ik tegenkom. Die op slot kan. Het is
kwart over 10, vrijdag avond. En we zijn onze laatste spulletjes aan het pakken om de tocht naar de top te gaan maken. Gaat-ie, pa? Nou, het is wel zwaar, maar het gaat goed. Geen koppijn. Goed ademhalen. Goed drinken. En dan komen we nu wel. Maar wel even lekker om heel even te zitten. En by the way, het is nu 2:15. We zijn nu een goede 12 uur aan het lopen, bijna 13. En we zijn het zat! Vandaag voor de laatste keer ugali. Een heel klein beetje met hele zoete jam erbij. Lekker, Suus. Heerlijk. Vooral die jam, hè? Dat maakt het een beetje eetbaar. Nou, we hebben ook nog pannenkoeken, gebakken ei en witte bonen in tomatensaus. Ja, die staat op de film. Part of the film, very nice. And you are not acting, it is a real thing. De laatste stapjes. Last mile. Het is het longest. En die knietjes hebben wel wat rust gediend. En dan gaat zo mijn baard eraf. En ik ga mijn haren wassen. Oh.
Susje. Oh. Cheers. Dit smaakt zo goed. Bouwe.